Wat heb jij afgelopen week gedaan? Ik heb lekker gechilled. Ik heb vooral heel veel gekookt. Dat had ik echt gemist. Ja, ik zit vaak zo. Dat vind ik gewoon sexy. Vorige week hadden we een kleine prijsvraag in het vlog gestopt. Voor wie wist wat Jamie hier zei. Marleen van Gorp had het eerste goede antwoord. En Marielle Mone het origineelste antwoord. Gefeliciteerd. Een valkpakiet! Oh, ik moest bijna kotsen zo droog werken. Holy shit, jij bent. Jennifer Nout vraagt. Houden jullie ook wel eens 1 of 2 dagen een soort van weekend? Oftewel, hoe ziet jullie weekindeling eruit? Nou, de afgelopen 6 weken hebben we eigenlijk 5 dagen in de week in de studio gezeten. Wel, de weekenden zijn vrij geweest. Maar zaterdag stond wel een teken om je vrienden ook te zien en je familie even op te zoeken. Ja, dat is grappig. Jamie en ik hebben helemaal geen vrienden. Sommige mensen nemen de studio ook mee naar huis. En die zitten dan ook nog eens 2 dagen thuis. Hè? Oh ja. En dan komt dat daar. En dan heb ik daar nog een idee voor. En daar nog een idee voor. En daar nog een idee voor. Maar vergeet niet, ook kerstcadeaus kopen. Was ook aan orde van de dag. Oh, je weet wat ik wil. Niet voor jou, gek. Oeh, ja, kaartje voor de clubtour. Want dat kan nog maar voor 2 zalen. Of 3. 3 zalen? Ja. Het is wel een heel leuk cadeau natuurlijk, volgende kerstboom. We zitten in onze eigen studio en de deel van de platenmaatschappij is langs en dan zijn we 2017 een beetje gaan bespreken en we zijn nu de liedjes aan het laten horen die hebben opgenomen in Amsterdam. Ze zijn nog niet gemixt, maar even een beetje kietelen vast. Mirna Berkin, voor jullie allen mijn vraag. Jullie zitten zo'n beetje 24/7 op elkaars lip. Zijn jullie elkaar ondertussen niet eens een keer een beetje zat? Nou, voor elkaar echt zat zijn. Ja, tuurlijk. Doodvermoeiend. Ja, we kennen elkaar al zo lang. En vooral Bas die nu filmt. En dus op een gegeven moment. Als je gewoon lekker jezelf kan zijn, is zo fijn in deze relatie. Ja, dat is wel. Zo waar, ja. Leonie Timmermans, mijn vraag. Ik zou zo graag Nothing Seems Easy nog eens willen horen. Is er een mogelijkheid dat jullie dit nummer een keer online plaatsen of nog eens live spelen? Leonie Timmermans, hele leuke vraag. We hebben Nothing Seems Easy een paar keer gespeeld, waaronder op de Zwarte Cross. Al jaren geleden, dus heel cool om te horen dat het liedje is bijgebleven en dat je het vaker wil horen. Nou is het alleen zo, wij zijn een rete productieve band en wij maken een hoop liedjes. En soms vinden het heel leuk om liedjes te testen, ook voor het publiek. Maar jij bent echt de enige die dat liedje leuk vond. Dus dat gaan we niet speciaal voor jou opnemen natuurlijk. Want het kost veel te veel geld. En ook al waarderen we je standvastigheid en je loyaliteit. Sorry, girl. Nou, toch minder snot dan ik had gedacht. We zijn nu even terug in de Monkey. Mars gaat nog even een paar vocal takes doen, waar we nog niet aan toe waren gekomen. En voor de rest was het eigenlijk het eerste weekje weg uit de studio. En dat was ook wel stiekem best wel lekker, omdat iedereen weer even kon landen in zijn eigen bubbel en even 6 weken kon doorbreken. No holding back, lover, now's the time, I know what you're in for, and it's not a cry. Ja, ligt hem nou aan heel veel die... De vertaalslag maakt dit, de vertaalslag. Nou, kijk, je ziet hier een heel uniek exemplaar. Het is een Telefunk microfoon, type U67. Super bijzonder. Kijk er nog eens een stukje? Ja, is goed. Ja, ik ga nog even een klein stukje doen. Deze komt uit het Radiomuseum, ook mooi. Nederlandse Radio-Unie. Nederlandse Radio-Unie. Billie served candlelight, more butterflies than appetite. Max zegt, vraag je voor Spike. Hoe heet dat apparaat voor je gitaar waar je hele mooie lange tonen mee maakt? En hoe duur is die? Groeten, Max. Dat is een Ibo. En die kan je hebben gehoord bij het intro van Invincible. En je zet hem aan. En dan zet je hem eigenlijk op je snaar.
Zelfs een akoestische gitaar werkt het. Nou, dan pak je een schroevendraaier. Die zet je dan op je hals zo. Dus als je in de slaapkamer de spanning wil opbouwen, dan heb je een schroevendraaier, een gitaar en een ibo nodig. Ibo, dus eigenlijk ook elektrische strijkstok. Dat is eigenlijk hoe het bedacht is, toch? Dat wist ik niet eens, Bas. Logisch. Logisch. Dus de ibo. Veel plezier, Max. Chantal van den Berg vraagt: gaan jullie ook nog een keer de theaters onveilig maken? Nee. Nee. Gaan we niet doen. Ooit? Natuurlijk. Dat zie ik wel gebeuren. Anne Gaastra vraagt: als jullie nog met een band mochten samenwerken, welke band zou dat dan zijn? Ik moet zeggen, we hebben op de Vrienden van Amsterdam vorig jaar samengewerkt met een band met Typhoon en zijn Titanenband. En dat was een hele leuke samenwerking. Er waren ook allemaal toffe guys. En wonder bij wonder ging dat heel erg goed. Twee hele bands op het podium, ja. Ja, twee hele bands op het podium. En dat zou ik nog wel over willen doen. Heb je elkaar al wel van festivals, kom je elkaar tegen en dan is het tof. En dat is eigenlijk de leukste manier van samenwerking. Dat je eigenlijk bij wijze van spreken aan een bar hangt en het klikt en je vindt elkaars muziek cool en je besluit van hey, laten we in de studio induiken en kijken wat er gebeurt. Dat is een natuurlijke manier. Afgelopen maandag bij de Wereld Draait Door, dat was heel leuk. Dat was met een eenmalige samenwerking omtrent het jaar 1966. En Matthijs van Duivenbode, toetsenist van Douwe Bob, die had een band samengesteld waaronder Pablo van der Poel op gitaar, Kees Schapen van Jet Rebel op drums en David, een bassist die bij Johan helemaal op de Westrijk speelt en heeft gespeeld. En een waanzinnige band en we hebben Anne met Tamp gespeeld van de Stones. Het was een hele leuke uitzending bij de Wereld Draait Door. Wanneer is dat? Hee hee hee.